Goedemorgen is ondertussen. Welkom in Surgut, Siberië. Nou, zoals je een beetje achter me kunt zien is het erg wit hier. De temperatuur valt mee. Het is min 5 graden, maar het voelt wel aan als min 10 minstens. We zijn een stukje gaan lopen vanochtend. Naar tot nu toe het enige hoogtepunt wat we hebben kunnen vinden. Die zie je hier achter me. Dat is een van de weinige mooie bouwwerken. Voor de rest zie je vooral veel van dit soort dingen. Flats. Heel veel flats. Dus tot nu toe is het een grauwe bedoeling. Maar goed, wel lekker om er even tussenuit te zijn. Dus de eerste indruk van Surgut is zo goed. Wat hier heel erg opvalt, is dat door het hele land de kerstversiering nog hangt. Dat komt omdat ze hier blijkbaar op 6 januari kerst vieren, vanwege het geloof, in plaats van in december. Dus overal mooie kerstbomen, mooie kerstverlichting. En dat geeft wel een aardig sfeertje hier. Заполняйте лицам, наполняйте гетцам, заполняйте for good fun, наполняйте гетнаки, наполняйте лицам, наполняйте гетцам, наполняйте for good fun, наполняйте. Nou, we hebben laatste training achter de rug voor vandaag. Nog even eten met het team. En dan op tijd naar bed. Morgen een belangrijke dag met de wedstrijd natuurlijk. 'S Ochtends gaan we eerst nog even trainen. Maar we houden jullie op de hoogte. Morgen weer wat nieuwe beelden van Surgut. Tot morgen. Hallo allemaal. We hebben net onze laatste training gehad voor de wedstrijd. Freek, is het al koud hier? Oh man, bloedheet. Het is nog steeds bloedheet. We gaan nu naar het hotel. Ja, zo meteen even lunchen, slapen en vanavond lekker potje volleyballen. 3 uur Nederlandse tijd, kijk op onze Facebook voor de livestream. Doei!